We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 8 juni. De weersverwachting voor vandaag, voor geheel Suriname, laat zien dat in de avond en nacht op sommige plaatsen nog perioden met lichte tot soms matige buien voorkomen. Aan het eind van de dag ontstaan in bepaalde gebieden nevel, mogelijk mist. Morgen in de vroege ochtend, vooral langs de kust, zijn er perioden met lichte tot matige buien. Mogelijk gepaard met onweer- en windstoten. Tijdens de middag en begin van de avond, lokaal tot wijdverspreid, zullen er perioden zijn met lichte tot matige buien, soms met geïsoleerd onweer. De Meteorologische Dienst Suriname waarschuwt dat er morgen 8 juni in de ochtend en middag op enkele plaatsen matige onweersbuien, mogelijk gepaard met windstoten, kunnen voorkomen.